Maar waar gaan jullie hemelsnaam uit je burg voordat ik weer call aanzet en. Ik wou nog een camera borden heb ik los gehad eromheen, maar. Wat moet je in die alien game dan doen? Ja, het is dat soort idee. Je hebt zeg maar, dan bij de alien game heb je twee aliens. Je moet die aliens eruit stemmen, maar hier heb je niet een bepaalde tijd. Hier heb je de. Hier moet je. Hier moeten gewoon de crewmates moeten alle tasks voltooien. Of de echte mensen. De Scucci. Scucci kwart. Ja, geheime aliens. Ja, dat soort spel is het. Maar er zit geen tijdlimiet. Hier moet je alleen uitzoeken als echt mens wie de fakes zijn. En je taak voltooien. Nou, dit begint leuk. Dit begint leuk. Dit begint leuk. Proeftuinbakje, drijfje. Nou, er staat een sneeuwpop voor mijn neus. Ik ga eens op de cam kijken of hier iemand zit. Ik ben dus een fake imposter en ik moet iedereen killen en saboteren. Dus ik ben er samen met één iemand en ik kan zien wie het is. Iemand op cam te zien. Fix the lights. Let's fix the lights. Nee, kijk, ik ben een imposter samen met QWERTY, zoals je kunt zien, onze namen zijn rood, zeg maar. Nou, ik moet praten, wacht een sec. Ik Oké. heb, ik weet niet eens precies waar hij lag, maar hij lag wel ongeveer links. Daar links, bij de Bij ingang. light, electric. Ja, maar zeg maar dan nog iets ervoor, dus wel nog buiten. Maar ik zag hem niet liggen, maar ik zag maar alleen de report button oplichten. En Justin die liep er ook op. Maar Ja, ik ik kan er zag mijn. natuurlijk al wel. Ik zat te kijken Ja. waar die body lag, want ik zat ook mijn reportbutton stuk over te liggen, zeg maar. Ik zag hem ook niet. Justin heeft volgens mij lichter gefixt, toch? Nee, ik dacht. Ja, ik heb geprobeerd, maar ik dacht dat jij sneller was, want ik zag jou er ook lopen. Nee, maar Justin ik en heb een niet gedaan. Bertha liepen allemaal naar licht. Want dat was degene die ik zag. Lars Nee, zat maar. nog rechts. Was jij niet Die sneller liep thuis met mij mij? weg. Nee, nee. Hey, Ah. iemand anders was sneller, want ik stond van het kijken. Dan ben Kun ik je zo daar een mensen geweest. kennen? Trouwens, als even een paar mensen mee kunnen lopen straks. Met Esther, waar was of? jij? Ik was rechts samen met Bart. Yes. Een paar mensen. Bart, yes. Ik ben links nog helemaal niet geweest. Ik wou al lichter toe rennen en toen kwamen de lichten weer terug. Toen zag ik Justin aan het wegrennen. En dat was het. Justin was wel in de buurt van het lichaam. Dat is het enige, maar ik denk dat we nu beter kunnen skippen. Ja, niks ook. En misschien dan Justin een beetje in de gaten houden. Waarom nou weer ik? En Thijs. Ja, en jij Waar nu, liep wij over de tweeën en body. Justin? Hm? Wacht, wie had met B? Ik. Lars. Ik. Lars, Justin, Follow ik. me. Groep. En Bart. Waarom ben ik? Niet Lars. God. Noem maar Lars mee. Als ik in een groep moet lopen, die gaat nooit goed. Het gaat nooit goed als ze in de groep blijven. Killen. Ja, oké, ga ik wel weg, joh. Loop ik wel naar beneden. Je moet niet iemand me killen, dat is altijd zo random, hè. Kijk, we doen nog een YOLO.
Nee, dat ga... ik ben erbij. Praten. Waarom? Omdat ik Justin van Decontamination zag lopen, in ieder geval rechts onderin, na de Decontamination room, dan de laboratory. En waar ik naartoe liep, waar Justin dus vandaan kwam, lag een dood lichaam. Ik heb geen lichaam gezien. Ik ging gelijk links naar de lichten en toen ging je naar beneden, ja. Ik heb geen lichaam gezien toen ik er zat. Dus misschien dat het daarna is gebeurd. Ik zeg het Justin. I vote to... Moet er sowieso iemand eruit voten? Weet je 100% zeker? Okay. Of Justin let helemaal niet op wanneer dit wel speel. Of mij. Nee, kan start nog iemand meedoen, toch? Kan Star nog meedoen? Ja. Ja, dat kan wel. Standaard. De invite sturen dan. Maar wij weten nu niet of we de dingen zetten. Nee, inderdaad. Fuck. Kijk, dat is dus een spel, het nadelige. Dat als je net iemand killt en je loopt zeg maar weg en er komt net iemand aangelopen, ja, ik heb dat een paar keer gehad. Daarom zit je echt soms van, of van wanneer kill je iemand? ik zag dat niet aankomen. Gooi alle deuren dicht. Je gaat naar een parkje, Burp, of proeftuinbedrijfje. Gaat dit een kill moment zijn? Oh. Kijk, ik zorg wel dat er even mee wordt geluisterd. Omdat jij en ik helemaal naar rechts liepen. Ik was eerst naar binnen gedaan. Ik moest de gasfles of jerrycan moest ik opzoeken. En toen ging ik naar rechtsboven, naar spaghetti. Ik denk dat het een battle is. Want spaghetti die was echt bovenin. Ja, maar... Ja, maar... We moeten nu goed voten. Ja, maar... Humberto die called Justin. Hij kan ook op zichzelf callen, hè? Called Justin. Zo. So. Ik weet niet. Ik denk dat het een battle is, want jij bent het denk ik niet. Wanneer lag dat lichaam? Wanneer zag je het lichaam? Helemaal onderin. Echt helemaal net. Ik moest gelijk 7 deuren openen, dus dat duurde een tijdje. En ik heb lichten gedaan. Dat heb ik gesaboteerd. Oh, oké. Zijn er mensen in chat die zeggen ik wil dus ook terugzien op YouTube, maar dan kan ik mensen permissie vragen? Shit. Spaghetti, ik had 1 seconde op mijn killtime en anders had ik gewonnen. Oh, yes. Nee. Ik dacht helemaal, oké te zijn, want hij killt me niet, maar... Kom niet. We gaan naar O2 toe. Want ja. Daar hebben we de meeste van onze taakjes. Already? Dat was fucking snel. Heel snel. Laatst zeg altijd vertrouwen geen Kevin. Ik heb Lars gevonden. Bij de spawn ongeveer. Zeg maar net naar links. Ik en Cody waren naar rechts toe gelopen. Ik en Kevin ging gelijk naar beneden. Ik ben naar links beneden gelopen, nou twee. Wie is Cody? Cody is kwijt. Ja. Ik was rechts met het inderdaad. Ik was degene die je de vorige ronde vermoordde. Interessant is.
Deze ronde doet dat niet hoor. Nee. Dank je. Oké, maar weet van iets. Het is Dani. Ja. Oh. Waarom? Ja, 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 ik waarom? Good, good enough for me. Nee, niet om meer. Ah, ik heb een skip dus. Oh. Sorry, deze man. Nee. Ah, jammer. She's female. Females don't exist, so she's the imposter. She belongs in the kitchen. Why she belongs to the kitchen. Sommige mensen hier ook. Nou, back naar linksonder. Naar OC. Om een taak af te maken. Ik ken meerdere mensen die taak hebben zover. Fuck. Download data, waar moet dat? Waar de fuck moet data downloaden? Oh, ik moet hierover doen. Ik heb maar niet doorgehad dat ik hier moet doen. Waar de fuck is dat data ding? Dat is hier. Jongens, even alle porno downloaden, je weet het ook wel. Ik heb er nou 3 in office en eentje communications. Storm, stop met de achtervolgen, man, ik zweer het. Waarom doet niemand die semester dingen? Fuck shake. Op de office, jongens. Dat is weer kwartier. Nee, weet iemand. Oh. Edwin is dead. Wacht, Edwin is dead. Where's the body? Where's the body? Edwin liep hier net. Ik was op zoek naar die body, want ik zag via Vitals dat Edwin dood was. Waar? Nou, ik zat in office met taken te doen. Ik liep naar Vitals toe. Ik ging erop kijken. Ik zag dat Edwin dood was. Maar ik wist niet zeker. Er was nog iemand dood, maar ik wist niet zeker wat die vorige ronde dood was gegaan. Waar lag? Voor de decontamination door, het was een dubbel. Oh. De bovenste deur of de onderste? Bovenste. Bij Matt. Ik stond net naast Thijs, linksonder. Ik stond de hele tijd bij Spaghetti. Ik kwam Kevin tegen toen ik op zoek was linksboven. Bij de stabilizer en de light, zeg maar. Dus het is Storm en QWERTY. Ik was in de adminkamer aan het kijken of ik wat kon zien. Wacht, wie zei dat het ik en Storm was? Ik, Spaghetti, hey, hallo. Spaghetti. Ik vertrouw Spaghetti niet meer, want Spaghetti heb ik niet gezien. Spaghetti had ik was dan nog bij Dani. Ik heb je legit niet gezien. Dani heb ik like 1 seconde gezien en toen verdween ze weer. Wie ben jij? Ik ben QWERTY. Ja, maar wij liepen nog met Humberto en Bartolomeo rechts onderin. Oh ja, daar rechts onderin, maar ik lijk een kwartier stond dat ik niet dood wou. Ja.
Ja, we moeten er iemand afstemmen. Maar er waren twee andere of moet hij skippen? Ik sta daar in mijn uppie, ik wil niet geassassinate worden. Maar dan was dat zien daarboven al gebeurd. I don't know. Ja, ze moeten nog één double kill halen. Ja, fijn, dus... Ik just denk... Just vanaf. Ik denk spaghetti, to be honest. Ik kan proeven met ik heb wapending, zeg maar, met dat Astrid. Zie je niet op deze map? Ik heb nog een manpage scan. Ik heb het wel. Zie je wel, vanaf buiten. Ik heb nog een manpage scan, als ik niemand mij gelooft. Ik heb beide. Spaghetti, jij was de hele tijd met Dani, toch? Nee, niet veel tijd, alleen net even. Blijkbaar is Kevin mij dat best zien lopen. Wie ja, heeft... wij waren de hele tijd links beneden. Wie van jullie heeft een download task gedaan? Ik heb twee, geloof ik. Wist jij ook nog meer, hè? Justin? Oké. Storm? Ja? Heb jij een download task gedaan? Nee. Klopt. Ik denk... I don't know. Maar we moeten een foto, though. Ik zeg... Gritty of Storm. Als je mij foto, dan hoeven ze een enkele kill te maken. Ik zeg eigenlijk Quen, want Quen kwam onderin uitlopen, links onderin. Wie? Quen. Links onderin? Ik ben daar niet eens geweest, ik dude. Denk, wacht, wie? Wie? Rood. Wat? Rood? Rood. Wat ja, doen Quen. We nou, jongens? Dat is spaghetti. Rood, I guess. Spaghetti. En daarna Justin. Waarom dan weer mij? Als je me niet gelooft, loop maar mee naar Mad Bay. Ik kan proeven dat ik innocent ben. Nobody's gonna fix the lights either, so. Tasks are complete. Why is nobody fixing the damn lights? Oh. Office 5 card, electric mandible bay, laboratorium, online telescope, specimen room. So what does it do? Fix lights nu al. Again. Dat is goed, is nog rechts. Dit. Hoe werkt dit? Komt zo sabotaged. Deur zit op slot. En hier, waar gaat die een body? Ja, ik en Lars liepen naar de communications en we zagen Kevin liggen. Ik liep... Waar was Bart? Ik weet eigenlijk niet helemaal meer gezien. Bart, waar was je? Kevin die lag bij communications. Ik ben alleen rechts geweest. Wacht, waar lag Kevin? Die lag, zeg maar, je ziet nu dit. Oh nee, dat zie je natuurlijk in niet. In de weapons? Of in de kamer nee, dat communications, die satelliet die hiernaast staat. Links van de kamer waarin we nu allemaal staan. Ja. Maar wij zien dat alleen op ons scherm, luisteren wij daar staan voor de rapport. Volgens mij heb ik ook licht gedaan en
zo. Ja, iedereen ziet dat, iedereen staat daar. Maar die staat zo in het midden van de game. Maar... Met wie was ik met Kevin bij die gekke weather note? Ik was rechtsboven. Ik liep rechtsboven met Edwin. Zeg, ik heb Edwin volgens mij... Nee, dat was ik heb Thijs die commentation ingezien. Ik ging van die livestream dan voor die fucking water bottle en toen ging ik... Ja, oké. Okay, ik heb kijken, toen kwam ik weer met Kevin tegelijkertijd naar beneden gelopen. Nee, ik deed de water bottle, toen ging ik omhoog en toen ging Lars omlaag en die heeft toen dus de water bottle gedaan en ik daarna electric. En toen zijn we beide die kant op gelopen en toen zaten we en ik... Ik weet niet of er meer mensen naar het podium toe zijn, maar ik heb geen idee. Kevin die liep bij ons, alleen... Ja, daarna niet meer. Ik liep bij Kevin de hele tijd, ik zag jou op het laatst pas. Ik heb lichten gedaan en Danny en Edwin hebben mij allebei echt boven gezien, dus ik... Kan ik stappen? Kan ik stappen, Lightstorm? Gaan we skippen dan? Zeg, hey, Storm Kevin, zou ik je nou afvragen gewoon afspreek je gewoon Lightstorm te noemen? Dat is Dani. Het is Dani. Het is een vrouw, het is Dani. Zou ik je gewoon afspreken Lightstorm te noemen? Als je Lightstorm hoort, dan praat ik tegen jou. Zullen we dat gewoon afspreken? Nee, Kevin. Oh, Kruin. Ook een goeie, Kruin, ook een goeie. Komst zijn nog steeds sabotaged. Laten we die eens gaan fixen. Laten we die komst eens gaan fixen. Oh, we gaan naar buiten. Het is een info. Wij gaan terug naar... waar was ik net? Rechtsboven. Ik moest... hier iets fixen. Oh, moet ik afwachten zeker, ja. Oh, you don't need to wait. Laten we maar naar specimen room gaan. Je weet nooit waar lichamen liggen. Zeg maar, ik kan zomaar een lichaam vinden, maar ja. Tien. Een storm. I'm scared. Mom, come pick me up. Ah, he's gonna kill me. Do it. I'm running away. Kijk, he's doing it. Ga maar die drie monitoren. Ga maar die bom in de gaten houden. Ga maar even Greenpeace spelen. Wacht. Bart, zeg alsjeblieft dat je dat zag. Ik zou even... Storm lag in admin. Ik zag Bart wel uit die richting komen. Justin liep net... Bart die kwam van links. Liep net nog in boiling room, dat ook links is. Links onderin. Ja, en ik zag Bart. Was Bart op mijn bed? Die killde me net, trouwens. Nee, Bart is Ikke. Bart, zo, Romeo. En hij kwam dus van rechts. Hij kwam van rechts lopen, bij admin. En ik zag hem daarna, zag ik hem dus richting boiler room lopen. En als Justin dus zo net nog boiler room was, en Bart liep en die richting uit, en Storm is dood waar hij wegkwam. Ik zat die fucking wiel daaronder te doen. Ik ben nooit in elkaar bij. Wanneer? Ja, en als Justin daar... Oh, hij net voordat de body gereport was, toen liep hij daar. En als Justin daar ook net nog liep. Bart, wanneer was dat? Poeh, hoe moet ik dat zeggen? 5 minuten 32, I don't know. Nee, maar voor of na de lichten? De lichten... We zijn toch twee keer uitgegaan of zo? Ja, maar de laatste keer.
Ja, toen was ik richting licht gegaan en toen... Echt net voordat hij werd gereport, liep Bart. Maar wie stond ik licht te doen dan? Het stond echt... Edwin stond er. Oh. En dan ben ik naar die... Maar is het Cracky in Bart, maar ja. Ik weet zeker dat Cracky, want die killde me net. Ik heb lichten niet gedaan. Ik kwam naar lichten... Ik heb lichten complete. Ja, ik ging daar naartoe. Toen stond ik voor die deur, die was dicht. Toen ging ik terug. Even in de kamers kijken. En toen terug naar die boiling room. En ik heb Bart niet gezien. Net voordat de body gereporterd liep Bart in die richting. Oh, Bart is en... Voordat deze body gereport was, ik was er bij die seismic ding. Ik was niet bij boiling room. Jij liep echt richting boiling. Ja, ik heb Edwin weapons zien. Ik heb nog een medscan. Heeft iemand een visual pass? Wat hè? Wie had een visual pass, zei ze? Edwin, ben Bert. Ik had weapons gedaan en Thijs kan zeggen dat ik safe ben. Ja. Oh, die heb je al. Bart een kwartier. I mean, Bart kwam van de richting waar Storm is vermoord en hij is weer geen... Zijn dat twee kinders namen? Wie denk je wel dus? Kani, ik snap niet hoe jij net op richting Boiler Room bent gelopen. Nou, wat heeft Dani gedaan? Jij liep daar niet onder en onze zuster daar voor het laatst is geweest. Ja, maar Dani is daar ook geweest. Nee, hebben jullie gefoot? Ik heb de Bart gefoot. Ik heb zo te zien niemand. Dan is sowieso kwijt niet Bart. Ik kan medscan doen, geloof ik. Of niet, en dan ben ik te lul, maar volgens mij wel. Niet te missen. Kan gebeuren. Is het niet, dan is het sowieso ja, kwartier is het dan nog. Gewaagd. Kwartier lamp weg. Nou, laten we onze dingen maar eens gaan doen. Ik weet dat ook nodig is. Electrical, waar is electrical? Kijk, dan is het bij gewoon een elektricien. Ik kan gewoon draadjes aansluiten. Ah, die wil ik zien, wel. Laat je PC dat zacht. Skoda is gewoon net een fucking hol in. Timing. Timing. Ja, ik zag... Hoezo liep jij terug? Nou, omdat... Ik iemand in zag activeren en toen opeens was niemand die anderen meer aan het activeren. Ik dacht, eens even kijken wie daar dood ligt. It was me. Maar wie was de eerste nou dan? Bartholomew. Aha! Wat een kutreden heb jij, Thijs. En je zegt jezelf eerst in de meeting dat jij bent dood. Je moet even voten, Cody. Ja, maar je defende jezelf ook niet. Ach, Jij ook niet. Cody, je had die tas de sabotage gewoon moeten doen. Zeg maar, als imposter. Ja. Had je nog kans gehad. Ja, maar dan was er geen foto. Ik was er sowieso gelijk heen gelopen. Ik zag Daniel, dus die vond ik moet Daniel vallen. Het was toch Bart. Ik werd gekild en ik zag Bart het echt zien. Ik denk, Bart zeg alsjeblieft dat je dit zag. Zo van, maar nee.